We staan hier in de Taalto met Reinhold Schoonhoven. Reinhold, jullie speelden zojuist de wedstrijd tegen Lakeside SSS. Ze stonden vijfde in de competitie. Hoe ga je de wedstrijd in als je 5 weken in principe achter elkaar verloren hebt? Ja, eigenlijk gretig, want je wilt toch nog een keer een wedstrijd winnen. En, de laatste wedstrijd was het echt dramatisch, maar het was niet goed. En we hebben zo hard getraind, al een paar weken lang. En dan moet het er een keer uitkomen, zou je zeggen. En vandaag de eerste set begon weer heel slecht eigenlijk. De paas had beter gekund. En over de hele wedstrijd, maar daar zijn we ook hard mee aan het werk. En die eerste set verliezen we, helaas. Ja, want de eerste set was 16-25. Laat je je dan een beetje overrompelen door de tegenstander? Ja, je gaat de wedstrijd weer proberen scherp in, maar op een of andere manier lukt het. Ons spelletje komt er niet helemaal uit. En dan verlies je die set en dan sta je echt weer langs de kant van, nee, daar gaan we weer. Dan begin je eigenlijk de wedstrijd zo van, nee, daar gaan we weer met een, we hebben al zoveel verloren. Zal dit dan weer? Ja, inderdaad. Dus de tweede set was eerst weer een beetje aftasten. We hadden de afspraak om hun rechtsvoor, die ding, als die spelverdeler voor was, die ding half blokkerend, om daar meer gebruik van te maken. Als hij rechtsachter in het achterveld stond om daar meer profijt van te halen, dan ging hij al heel gauw naar voren. En dat werd heel goed uitgevoerd eigenlijk door de aanvallers. Ja, want de tweede set was een lange set, maar winnen jullie toch met 33-31. Dan ga je denk ik met een heel goed gevoel de derde set in. Ja, het kwartje kan beide kanten opvallen. En hij valt gelukkig onze kant op. Dan krijg je wel een mentale opkikker om de volgende set ook weer aan de bak te gaan. Ook al is het weer 0-0.
Ja, want daarna gaan jullie de derde en de vierde set behoorlijk sterk van start. Dat zie je ook in de eindstand van de sets. Want de derde set was 25-16. Kun je het ook merken aan het spel van de tegenstander? Dat zij hun koppen laten hangen? Of was het minder? Of? Ja, voor mijn gevoel hadden we op een zwakke plek in te pakken, die sets. Waardoor ze er eigenlijk niet doorheen kwamen. Eigenlijk zo'n beetje alles wat wij aanvallen, scoorden wij op hun zwakke plek. Vooral op de rechtdoor bij die oude spelverdeler. Alle respect trouwens voor die man, dat is geloof ik 62. Maar en blokkerend hadden we het beter voor elkaar. En dat, ja, dan, als je een paar ballen blokkeert, dan is het, ja, dan ga je als team zweven, zeg maar. En dan lukt in één keer wel alles. Ja, dat zie je ook in de vierde set terugkomen. In principe is Lakeside SSS daar nauwelijks aan te pas gekomen. Want ook daar winnen jullie dik met 25-18. Nou, 3-1 overwinning. Wat doet dat met jullie als team? Ga je anders nu de kleedkamer in? Of? Ja, persoonlijk wel. En ik denk de rest van het team ook wel. Het zou niet best wezen namelijk. Na 5 keer verloren te hebben. En zo lekker getraind te hebben. En niet gewonnen te hebben. En ja, nu pakken we hem eindelijk. Dus ja, dat geeft een heerlijk gevoel. Nou, super. Jullie trainen nu ongeveer 3 weken met Bart van Vliet. Hoe gaan de trainingen? Ja, het gaat heel goed. Er wordt hard gewerkt in de training. We gaan voor elkaar ervoor. Dus dat gaf ik net ook al aan. Aan de trainingen ligt het niet. Het kwam er alleen in de wedstrijden nog niet uit. En natuurlijk, krijgen allemaal nieuwe dingen van hem. Dus dat komt op den duur komt dat vanzelf. En dat is hartstikke leuk. Nou, goed om te horen dat de trainingen zo goed gegaan en fijn dat het zijn uitwerking heeft gedaan in deze wedstrijd. Volgende week hebben jullie een weekje rust. 3 december, waar spelen jullie dan tegen? We hebben eerst volgende week nog beker, hè? Oh, ook nog? Ja, op vrijdagavond in Deventer. En dan die week daarop spelen we thuis tegen Hevo. 3 december is dat, geloof ik. Ja, klopt helemaal. 3 december thuis tegen Hevo. In ieder geval heel veel succes vrijdag met de bekerwedstrijd. Weet je tegen wie je moet spelen? Devoco uit Deventer. Nou, super. Bedankt voor het interview. Succes volgende week en graag tot de volgende keer. Dankjewel.